voor ons als NN is de blik op de toekomst dat we vooral het intermediair een belangrijke rol blijft spelen. We zien in diverse onderzoeken dat eigenlijk in elke productgroep daar behoefte aan is, aan goed advies. Vooral wanneer het complexe producten betreft. We zien ook veel ontwikkeling in advies, robotadvies. Artificial intelligence. Ik ben onlangs in China geweest en daar zag ik heel veel voorbeelden van waar technologie gecombineerd gaat worden met advies. Want uiteindelijk willen we niet dat er verkeerd product geadviseerd wordt. We willen graag dat er goede adviezen worden gegeven en dat het duidelijk is wat de klant koopt en waar het voor dient. En in combinatie met technieken over hoe we beter naar klanten kunnen kijken, denken we dat we daar toegevoegde waarde kunnen bieden. Dus de toekomst is voor mij intermediair kanaal op een nieuwe technologie, maar met de kracht van advies. Nou, duurzaamheid gaat ook over klanten, het gaat over onze medewerkers, het gaat ook over waar NN Groep voor staat. Waar we vooral naar kijken is producten. Hoe kan je producten duurzaam integreren in je assortiment, in je beleid? Ik geef een voorbeeld van bundels. Bundels waar wij eigenlijk het aantal kilometers wat een klant rijdt verzekeren. Nou, de trend is natuurlijk sharing-economie. Niet iedereen wil meer een eigen auto hebben, maar rijdt een auto van een ander. En dat speelt heel erg in op duurzaamheid. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn hoe wij kijken naar hypotheekadvies en hypotheekproductie. En we proberen steeds meer door datatechnieken te helpen om klanten zeg maar, te voorkomen dat zij een product afnemen wat bijvoorbeeld boven hun grens zou liggen. En dat is volgens mij ook duurzaamheid. Het gaat om de werking van het product en niet zozeer over wat je doet zeg maar, in je visie, maar hoe ga je producten zorgen dat die duurzaamheid en duurzamer zijn voor je klanten. Nou, ik denk dat de techniek natuurlijk heel ver gaat en dat we steeds meer kunnen zien hoe mensen zich gedragen, hoe ze zich bewegen, maar ook wat voor profielen die hebben. Ik denk dat je ook heel goed oppassen met die technieken. Ook hier gebruiken we het toch vaak om producten beter te maken. Je kan met voorspelmodellen kijken van wat de toekomst bijvoorbeeld van iemand in een hypotheek heeft afgesloten. Kun je op basis van data zien of iemand wel of niet in problemen zou kunnen komen. We hebben daar vandaag een voorbeeld gegeven in de workshop. En ik denk dat je dat op die manier data gebruiken, dus zeg maar om uiteindelijk klanten beter te bedienen en te zorgen dat we vanuit toegevoegde waarde redeneren, dat daar AI heel goed voor is. Het kan ook heel erg goed gebruikt worden natuurlijk om te leren, zeg maar te verrijken en zorgen dat zeg maar in klantcontact je steeds beter weet hoe je antwoorden kunt geven en wat voor kennis je nodig hebt. Maar ik zou het graag op productniveau willen houden en kijken hoe we de producten beter kunnen maken en klanten beter kunnen helpen.